De gemeente en de NAM zijn 2 weken geleden tot een akkoord gekomen over de vergoeding voor het aardbevingbestendig maken van het Forumgebouw. Dat gebeurde na een maandenlange periode van onderhandeling over onder andere de manier waarop dat moet gaan gebeuren. In grote lijnen is die manier nu duidelijk. De constructeurs hebben in het voorjaar eerst berekend wat er met het gebouw kan gaan gebeuren als de zwaarste aardbeving plaatsvindt die men eens in de 475 jaar verwacht. Daar kan het Forumgebouw zoals het in eerste instantie is ontworpen niet tegen. Bekeken de constructeurs hoe het gebouw aardbevingbestendig gemaakt kan worden. En in juni was uiteindelijk duidelijk dat het versterken van het gebouw de beste optie is. We hebben tot en met juni, zeg maar, dus die versterkingsoptie is gepresenteerd. Daarna hebben we nog een keer tegen daglicht gehouden van goh, we hebben natuurlijk in de recordtempo met z'n allen hele belangrijke besluiten genomen. Van zijn die besluiten nog? Zijn die goed? Dus die hebben we nog een keer gestaafd en om te kijken of we ook geen blinde vlekken hadden. Nou, die hebben we gelukkig niet. Dat hebben we met elkaar keurig nagekeken. En toen we dat hadden, zijn we eigenlijk de kaders nog wat nauwer gaan stellen. Want we willen het gebouw gaan versterken. Maar wat we mooi zouden vinden, is dat wij zouden kunnen bedenken, stel dat er een aardbeving komt, welke elementen gaan dan het eerste stuk en welke gaan het laatste stuk? Nou, daar hebben wij een hele veiligheidsfilosofie nu opgesteld. Dus dat we als het ware dus ja, bijna gestuurd kunnen zeggen van nou die plek, daar gaat het eerste schade optreden en daar het laatste. Dat is eigenlijk wat we de afgelopen periode hebben gedaan. Het uitgangspunt voor alle aanpassingen is namelijk veiligheid. Waar wij natuurlijk naar kijken is dat het gebouw aardbevingsveilig moet worden. Mensen moeten veilig kunnen vluchten uit het gebouw. De mensen moeten zich daar gewoon ook veilig kunnen voelen. Ik kan het beste misschien even als analogie gebruiken dan de kreukelzone van een auto. Als ik bijvoorbeeld mijn auto dan tegen de muur aanrijd, dan is mijn auto totaal en totaal afgeschreven, maar ik kan nog steeds veilig uitstappen. De manier van werken van de opdrachtgever en de aannemer is nu ook aangepast. De oude werkwijze was dat we dus documenten geproduceerd hadden en op daar mochten verschillende aannemers mochten hun prijs op maken. En wat je bij zo'n werk ziet, is dat de aannemer zijn werktekeningen maakt. Van hoe ga ik het maken op de bouw? En die gaan wij dan controleren. Ja. In de nieuwe werkwijze willen we dat liever dat in één slag doen. Dus wij bedenken samen met de constructeurs van BAM. Goh, hoe zou bijvoorbeeld de nieuwe balk moeten worden? En dat in één keer die slag maken naar de werktekeningen moet. Zonder dat wij dat iedere keer weer hoeven te controleren. Het voordeel daarbij is, de balk die getekend wordt, is precies zoals BAM hem wenst te maken. En wij zien direct op de tekening dat hij precies is zoals wij hem bedacht hebben. Dus dit hele controletraject kan een stuk efficiënter dan in het oude werk. En nu is het tijd om de details uit te werken. Daarvoor zijn de constructeurs momenteel bezig met 2 taken. Het rekenkundig onderbouwen van de aanpassingen aan het gebouw en het herontwerpen van de elementen van het gebouw die moeten veranderen om het stevig te maken. Als je kijkt naar een van de kenmerkende gevels, dit is bijvoorbeeld de gevel als je zou kijken vanaf de grote markt naar de nieuwe markt toe, dan zit hier het nieuwscafé zoals het heet. En wat we bijvoorbeeld gevonden hebben is dat hier een van de deuren dicht moeten. Waarom is dat nou? Je kan je voorstellen dat bij een aardbeving, dat de kracht bij de aardbeving groter is dan bij wind. Dus wat ik dan eigenlijk nodig heb, is, ik noem het maar even een melkmeisje, ik heb hier meer massa nodig en ik heb daar ook meer massa nodig, juist omdat
bewegen van het gebouw tegen te houden. Dus iedere keer wat je ziet is dat meestal aan de buitenkanten van het gebouw, dat we daar wat meer beton nodig hebben. Nou, en bij deze gevel is dat dus opgelost door hier een extra deur dicht te zetten. De architect die kijkt nu natuurlijk nog naar van, goh, is het gevelbeeld wat ik overhoud, is nog wel precies wat ik wil. Dus de architect die heeft er nog wel een stem in van of dat het gebouw ook nog wel mooi genoeg is. He, naast stevig genoeg moet het ook mooi genoeg zijn en goed genoeg zijn. Dit is bijvoorbeeld de gevel als je kijkt vanuit de zeg maar vanuit de Poelenstraat. En ik weet niet of de mensen, als je naar de constructie kijkt van de Groningen Forum, eigenlijk zie je in deze zone, ik kan misschien even beter even markeren. Ik maak hem nou even met geel. In deze zone zit beton, zit gele. En aan de rechterkant zit vooral staal. Ik gaf net aan, hè, juist doordat het gebouw wat harder heen en weer wil, zou je juist aan de buitenkanten wat meer beton willen hebben. Dus hier op deze plekken, waar die dingen oranje zijn gemaakt, hebben we gewoon wat meer beton nodig. Dus we zeggen, daar doen we een raam dicht. Nou, aan de oostzijde, hè, dus aan de schoolstraat die aan deze kant loopt, daar doen we eigenlijk hetzelfde. Daar maken we de ramen bijvoorbeeld iets kleiner. Nou, op zo'n manier kunnen we het Groningen Forum, hè, uitwendig is hij nog exact zoals hij ooit bedacht is. Hè. Die hele vorm, die diamantvorm, met daarin als het ware dat sleutelgat van die gevel, dat kunnen we helemaal behouden. Alleen op enkele punten, hè. Laat me even zeggen, een paar doen we aan spot repair. Hè. Een paar zere plekken die we eigenlijk gaan oplossen. Als we naar de kelder gaan, dan zie je een paar oranje plekken. En als je kijkt naar kolommen, dan zijn er een paar kolommen die moeten versterkt worden. Nou, om te zorgen dat de impact op de parkeerplaatsen minimaal is, zeggen wij, weet je wat, hij was rond. Maar laten we deze nou ovaal maken, net zoals die kolom daarnaast. En daarmee snoep ik in ieder geval in de breedte geen maat af van de parkeerplek en blijft in ieder geval die parkeerplek ook goed. Dus in die zin, het aantal parkeerplekken kunnen we gewoon gelijk houden ten opzichte van het oude ontwerp. En daar zijn wij heel erg blij mee. Naast het beton zit ook een enorme staalconstructie in het gebouw die op sommige plekken moet worden aangepakt. Nou, hier ziet u een plaatje van de Groningen Forum, maar met het geel aan de zijkant, dat zijn als het ware dus de betonnen kernen. En daartussen zitten de stalen volumes, zoals wij dat noemen. En aan de bovenkant wordt die verbonden met de brug. En eigenlijk de profielen die hier opgelicht zijn, hè, en gekleurd staan, dat zijn eigenlijk de profielen die we moeten gaan versterken. En hè, dan zie je bijvoorbeeld wat kolommen die sterker moeten. We zien vloerliggers die sterker moeten. Ja, wat we daar dus doen, we gaan dus kijken welk profiel past daar nou het beste bij. Welk staalprofiel past daar het beste bij. En op die manier gaan we ze één voor één langs. En het gaat natuurlijk niet alleen over dat we een goede profiel hebben, maar dat er ook genoeg bouten en moeren aan vastzitten. Dus, hè, dus ook naast de profielen gaan we ook de verbindingen allemaal controleren. Al met al zitten er meer dan 2000 verbindingen in de staalconstructie. Een deel daarvan, ja, die zullen we bijvoorbeeld moeten versterken. Meer bouten, meer moeren, maar gewoon het principe blijft gelijk. Een paar andere, die zijn dusdanig belangrijk, dan zeggen we nou, daar willen we wel dat we hem iets aanpassen. Dat hij nog wat beter weerstand kan bieden tegen aardbeving. Wat we willen voorkomen is dat als het ware een verbinding in één keer breekt. Zonder dat als het ware een soort waarschuwing bij optreedt. Je zou je kunnen voorstellen, stel dat ik een blokje, een heel mooi lang balkje maak van gips. En als ik die in één keer zou breken, dan weten we allemaal, die knapt in één keer. Eigenlijk wil je dat bij aardbevingen juist niet hebben. Als je nou naar een paperclip gaat en die buig je, die gaat eerst een keer een beetje vervormen. Dus voordat die breekt, is die al vervormd. Heeft hij eigenlijk al gewaarschuwd van jongens, let op. Niet verder gaan dan dit, want ik vind het eigenlijk niet zo fijn. Dat is eigenlijk een beetje de verschillende zienswijzen op hoe je met een seismische verbinding om zou kunnen gaan. Niet alleen de hoeveelheid parkeerplekken, maar ook de afmetingen van de ruimtes worden zoveel mogelijk gespaard. Daarvoor bedenken de constructeurs soms ingenieuze oplossingen.
We proberen de impact op de ruimte zo beperkt mogelijk te houden, bijvoorbeeld door slimme andere oplossingen te bedenken. Als je als voorbeeld misschien hier naar een museumzaal zou kijken, hier zien we bijvoorbeeld stalen balken lopen in het museum en in het groen loopt daar een installatie onderdoor. Als ik dat profiel ook maar heel iets hoger zou maken, dan kom ik als het ware klem te zitten bij het plafond. Wat ik daarmee wil zeggen, de installatie moet omlaag en het plafond moet ook omlaag. Dat willen we niet. Dus daarom hadden wij bedacht, als ik nou bijvoorbeeld 3 maten groter maak, dan hoef ik er niet meer onderdoor, maar ik ga er gewoon doorheen. En daarmee kan ik gewoon diezelfde plafondlijn houden zoals het was. Wat ik zelf gewoon eigenlijk mooi vind, zeg maar, in de engineering waar we nu mee bezig zijn, is dat het Groningen Forum aan zich, de beleving binnen en ook vanuit de buitenkant, daar wijzigt heel weinig aan. En ja, eigenlijk hebben die slimmigheid die daarvoor nodig was, die hebben we eigenlijk weten weg te stoppen. Of in een plafond of op andere plekken waar de bezoeker en de gebruiker het zo min mogelijk ziet. Dus uiteindelijk is het beeld wat overblijft is nog steeds zoals het was. En daarmee hebben we volgens mij ook kunnen aantonen dat je een aardbevingsveilig gebouw kan maken met de schoonheid van het Groningen Forum.